Ik ben Klaas Westerterp, hoogleraar Humane Energetica en ik werk aan de Universiteit Singel bij de vakgroep Humane Biologie van het Maastricht UMC+. Energetica staat voor energie en ik kijk naar de energiehuishouding bij de mens, dus hoeveel energie mensen gebruiken. Hoe doet u dat? Ja, daar zijn heel veel methodes voor. De meest speciale methode die wij hier toepassen is het meten van energiegebruik met water. Dan drinken mensen een flesje water met merkstoffen en die merkstoffen die gaan weer uit het lichaam in de urine. En dan is het een kwestie van een urinemonster verzamelen voordat ze het water drinken. Direct daarna en dan bijvoorbeeld 2 weken later en dan kunnen we in urine stoffen meten waaruit we het energiegebruik kunnen berekenen. Dat zijn in wezen de moleculen, de atomen van water. Ook aan de hand van ademgassen, die gemeten worden onder een geventileerde kap, kan exact afgelezen worden wat de energiehuishouding van de bewuste proefpersoon is. U bent dus vooral bezig met onderzoek, de praktijk. Ja, in principe doen we hier onderzoek en onderwijs. En het is in principe 50-50 verdeeld. Dus enerzijds doe ik onderzoek en dat is in mijn geval veelal begeleiden van promovendi. En onderwijs, dat kan aan alle soorten studenten zijn. Waarom worden die onderzoeken eigenlijk gedaan? Ja, er zijn verschillende redenen voor. We hebben enerzijds die energiehuishouding is heel belangrijk in verband met gezondheid. En preventie van bijvoorbeeld overgewicht en ook in relatie tot ziekte. Bij patiënten bijvoorbeeld is het belangrijk om te weten wat de energiebehoefte is en dat kun je het beste bepalen door het energiegebruik te meten. Wij meten het totale energiegebruik met 2-voudig gemerkt water, maar dat water is nogal duur. Dan drink je een flesje water van 500 tot 1000 euro. Dus dat kunnen we niet bij iedereen doen. Niet op grote schaal, maar om nou toch een idee te krijgen van totale energiegebruik, kunnen we ook de lichamelijke activiteit meten. En als we dan het lichaamsformaat meten, het gewicht, met de lichamelijke activiteit kunnen we daar het energiegebruik uit berekenen. En voor het meten van activiteit hebben we een versnellingsopnemer ontwikkeld hier in Maastricht. En die is uiteindelijk door Philips op de markt gebracht. En dat is dit apparaatje. Een 3-assige versnellingsopnemer. Aanvankelijk had hij het formaat van een sigarendoos, maar Philips heeft er dit doosje van gemaakt. En het weegt nog geen 20 gram. En dat heb ik in mijn broekzak en ik heb daar zelf bijvoorbeeld al jaren, loop ik daarmee rond. En dan kan ik zo, als ik dat ding inplug op mijn computer, kan ik daarmee zien hoe actief ik ben geweest van minuut tot minuut van de afgelopen jaren. Naar de dag van gisteren bijvoorbeeld en dan is dit de dag en dan zien we hier van 's morgens vroeg tot 's avonds laat wat ik die dag heb gedaan. En dan zien we hier om tussen 6 en 7, ongeveer 7 uur ben ik waarschijnlijk opgestaan en 's avonds om 1 uur of 11 ben ik weer gaan slapen. En dan ziet u hier het activiteitenpatroon. Dit is tussen de middag dat ik waarschijnlijk naar huis ga. En smiddags, s'avonds zijn we even bij de oerwezen kijken op de Sint-Pietersberg. De wandeling, deze. En dan zien we hier bijvoorbeeld van minuut tot minuut. Van 7 uur tot 8 uur. Mijn bewegingspatroon. En het is een hele sophisticated apparaat. Het meet in 3 richtingen mijn lichaamsbeweging. Dus verticaal, voorwaarts en zijwaarts. En daarmee hij is gevalideerd met dat water. En daarmee kunnen we het energiegebruik voor activiteit kunnen we hieruit berekenen. Wat gebeurt er eigenlijk met de resultaten van uw onderzoeken? Het onderzoek wat wij doen dat is gericht op het meten van het energiegebruik om te bepalen wat de energiebehoefte is van mensen. En dat kan zijn bij patiënten, dat kan zijn bij kinderen, volwassenen en ouderen. En bij patiënten is bijvoorbeeld een goed voorbeeld het meten van de energiebehoefte van te vroeg geboren kinderen. Die moeten volledig worden gevoed. En de vraag is dan hoeveel voeding hebben die nodig, hoeveel energie hebben ze nodig. En als je dan het energiegebruik kan meten zoals wij dat kunnen, kun je daaruit die energiebehoefte berekenen.
Houden ze zich ook bezig met welvaartsziektes als obesitas en zo? Obesitas is inderdaad een heel bekend voorbeeld. En bij die obesitas zijn we heel erg geïnteresseerd hoe het gedrag van mensen de energiebehoefte beïnvloedt. En hoe mensen bijvoorbeeld overgewicht kwijt kunnen raken. En dan kun je denken aan het volgen van een energiebeperkt dieet, maar ook aan het meer gaan actiever worden en sporten bijvoorbeeld. En in eerste plaats is wat heel duidelijk is bij mensen met overgewicht, is dat ze bewegen ogenschijnlijk minder, maar ze gebruiken evenveel energie voor hun activiteit als mensen met een normaal gewicht. Het is alleen zo dat mensen met overgewicht moeten natuurlijk een veel groter gewicht verplaatsen en daardoor lopen ze misschien wat langzamer en wat minder. En wat we ook heel duidelijk hebben gevonden is dat wanneer mensen willen afvallen, dat je dan uitdrukkelijk veel meer effect bereikt met minder eten dan met meer bewegen. Want meer bewegen is heel moeilijk, zeker als je overgewicht hebt. En dat hou je meestal niet zo lang vol. Ja, we hebben de vakgroep in wezen ingedeeld in vier clusters. En een van die clusters zit ik dan in. En wij werken met name aan het energiegebruik en de voedselinname. En er zitten dan een aantal stafleden, vier stafleden en misschien een stuk of 15 promovendi. En hoe is uw contact met de collega's? Nou, je hebt dagelijks contact met bijvoorbeeld technici, als je het hebt over analyses. En met de promovendi, minimaal één keer in de week hebben we werkoverleg om de planning door te nemen. En als er tussentijds problemen zijn, dan bespreek je die ook. En daarnaast ben ik dan ook editor van een tijdschrift, redacteur van een wetenschappelijk tijdschrift. Dus ik doe veel aan manuscripten lezen. En zo heb je die ook van de promovendi, artikelen die ze schrijven, die je dan beoordeelt. Is het gezellig werken hier? Het is ongelooflijk gezellig, want het is heel gevarieerd. En het leuke van een universiteit is dat je altijd een hele grote leeftijdsgradiënt hebt. Je hebt steeds weer nieuwe talenten, jonge promovendi die beginnen. En die help je bij het begin van hun carrière in de wetenschap. Ziet u die promovendi ook als ze afgestudeerd zijn? Als ze afgestudeerd zijn, dat wil zeggen na hun promotie, gaan de meesten uiteraard dan naar een vastere baan toe. En dat kan zijn in een functie waar we nog contact hebben. Bijvoorbeeld, er zitten er nu twee bij Philips. En soms zitten ze bij de voedingsindustrie. En omdat wij veel met industrie samenwerken, heb je dan ook weer opnieuw contact met, maar dan een heel andere rol. En ziet u de collega's ook buiten het werk? Buiten het werk hebben soms gestructureerde activiteiten, soms zie je ze ook wel toevallig. Maar we hebben in ieder geval natuurlijk altijd de nodige feestelijke gelegenheden bij promoties. En we organiseren ook wel eens een dag met z'n allen, één of twee keer per jaar en dat soort zaken. En tijdens die dagen staat bewegen natuurlijk centraal. Nou, het is wel zo dat we vaak zo'n dag uit, dat is een combinatie van bijvoorbeeld een bezoek aan een of ander museum of een park met beeld. En zo zijn we in Insel-Hombroy geweest de laatste keer. En dan heb je daar een hele dag en s'avonds ga je dan ergens eten met z'n allen. En wat ziet u dan op uw energiemeter? Dan heb ik inderdaad een grote activiteit gehad als we daar de hele dag lopen. U bent niet alleen in uw werk een bezige bij, maar volgens mij ook in uw vrije tijd. Ik ben inderdaad iemand die niet lang op een stoel kan zitten. Maar u heeft ook iets met bijen? Nou, bijen, ik vind het wel leuk. Ik ben bioloog van huis uit. Dus ik vind dat die bijen wel interessant, het gedrag van die beesten. En daarnaast brengt er ook nog wat honing op, dat is ook leuk. Het gedrag van die beesten, u bestudeert ze ook? Ja, nou in die zin dat elk jaar gaat het met die bijen weer anders en elk jaar moet je weer wat improviseren. Dat bijhouden is echt een interactie met die bijen, dus je bent steeds afhankelijk van het weer. En hoe zo'n bijenvolk zich ontwikkelt. En hoe je dan de beste strategie kan ontwikkelen om ook afzonderlijk honing te verzamelen. Bijvoorbeeld ik verzamel fruithoning en dan komt de acacia honing en dan komt de lindenhoning en de zomerhoning. En dan moet je wat opletten op de omgeving wanneer de bomen bloeien. En dan moet je op de juiste momenten die bijen dan ook weer lege raten geven daarvoor. Een intensieve hobby? Nou, in zekere zin. Dit zijn de meest intensieve maanden van het jaar, mei, juni. En de rest van het jaar is het redelijk rustig. Bent u niet bang voor bijen? Nee, bijen is een kwestie van, ook als je ermee bezig bent,
Gewoon rustig en niet te veel ermee bezig zijn. En als je ermee bezig bent, dan moet je ook duidelijk een doel hebben. Wat doet u met die honing? De honing die verzamel ik en daar gaat een deel van naar biologische winkels in de stad. En soms voor kennis en mensen die bij de deur langskomen. Is honing gezond? Alles is, ik denk dat honing een gezond iets is, mits met mate geconsumeerd. Het is natuurlijk wel veel koolhydraat, maar ik vind het erg lekker. Ik eet het zelf heel veel. Heeft u nog andere hobby's behalve uw bijen? Ja, we zeggen, wij wonen hier natuurlijk op een plek waar je veel kan. Dit is in wezen het tuinbouwgebied van Maastricht op Sint-Pieter. Dus wat ik met name doe is, ik heb hier een grote groentetuin. En dan hebben we wat kippen en ganzen en zo en dat soort dingen. En ik vind het wel leuk hier zo rond huis wat te rommelen. Wat hier ook heel leuk is, we hebben hier aan huis hebben veel vogels. Ik heb een tijd lang in een periode na mijn promotie heb ik aan zwaluwen gewerkt. En zo hebben we bijvoorbeeld ook zwaluwennestkasten aan het huis, gierzwaluwen. Dat is op het ogenblik ook leuk, want die zijn nu net aan het broeden en hebben een cameraatje in de kast. Een soort beleefde lentegevoel thuis. Toch nog de bioloog van vroeger? Helemaal.